zoals gezegd, Jos Hegeman van Excelsior 20 Cricket. Jos, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even in het algemeen. Ik had aan de start van de competitie een oefenwedstrijd Excelsior Hermes. Heb ik even met je zoon gesproken. Ja, met Tom. En met Nicky Stekrem. Ja. Nou, Nicky zei, we gaan het bekijken. Je zoon zei, nou ja, wij zijn in de winning mood. Want we hebben een jong team en vorig jaar zijn we kampioen geworden. Ja. Tot zover heeft hij wel gelijk. Want Het gaat buitengewoon goed met het eerste. Het gaat buitengewoon goed met de eerste elftal. Wat zie jij nou? Wat is nou de kracht van dat team? Ik denk de kracht van dat team is dat het allemaal Excelsior jongens zijn. In wezen moet je zeggen van, kijk, Lorenzo die speelt nu al bijna weer voor het vierde jaar. Ja. Dus ja, dat is ook een echt, die groeit gewoon bij Excelsior. Nou, daar hebben we dan de nieuwe James. Die voelt zich al helemaal thuis bij ons. Wat dat betreft, die is gelijk aan het vragen of hij volgend jaar ook kan blijven eigenlijk. Zo gaat dat. Ja, en voor de rest zijn het allemaal jonge jongens. Ja. Ik bedoel, Adam Woudersen en Tom Hegeman, die zijn de oudste. En dan de volgende is 25. Ja. Ik bedoel... Maar dat is een club, wat je zegt, ze staan ervoor, ze gaan ervoor. Ja. Het is, ja. Het is een soort saamhorigheidclub. Ja. En ja. Dat maakt het cricket zo sterk. Dat maakt dat het maakt eerste dit van Excelsior zo dat sterk. Dat maakt dit eerste elftal heel sterk. Ja, het wat, zijn doen, jongens... wat doen jullie er nou... je hebt die wedstrijd en je hebt die trainingen. Maar wat doen jullie als Excelsior nou nog meer... Om die jongens toch lekker met elkaar om te laten gaan en gezellig. Want ik zie jou altijd lopen met eten en drinken. En dan denk ik, ja, je wordt hier wel goed verzorgd. Ja, nou ja, ik vind ook, ze staan normaal gesproken 100 overs staan ze te spelen. Ja. Dus ik vind dat je ook een beetje goed voor zowel de tegenstander als voor je eigen team moet zorgen. Want dan zitten wij te kijken en dan zie ik jou voorbij lopen met allerlei schalen. Dan denk ik van, het lijkt wel een 3-sterren restaurant. Nou, 3 sterren niet, maar ze krijgen wel fatsoenlijke lunch. Ze worden goed verzorgd. Vitamine wat dat betreft. Ja, dat gaat door. Je bent hier gekomen, Jos, niet voor de 50 overs, want dat draait wel natuurlijk. Draait. Heel jammer dat het op zaterdag allemaal gespeeld wordt. Veel klachten erover. Ja, de middenstanders kunnen niet komen. En wat ouderen een boodschapje doen. Ja, dat zondag missen ze het ook gewoon. Ja. Is daar een beetje opgevuld met speciale wedstrijden, geloof ik. Met de T20's plaats. Is opgevuld. Als jeugdvoorzitter van de KNVB heb ik wel een ander belang ook nog. En ik zeg dus van, als wij niet met de jeugd de eerste 6 wedstrijden op zaterdag, zondag zouden kunnen spelen, dan zijn we misschien wel de helft van de jeugdspelers kwijt van Nederland. Ja. Want cricket is dan wel voor sommigen toch een tweede sport, maar ze voetballen, ze hockeyen. Ja. En die voetbal maar de trend is toch een beetje, ook heel veel zondag voetbalclubs gaan ook naar de zaterdag. Ja, hè? Ja maar de jeugd niet. Nee, maar de jeugd niet. Dus we zitten, en de hockey ook niet. Dus we zitten daar, nou ja, we in ieder geval zijn de gesprekken met de KNVB. Ja. Zeker nu de competitie start en alles verandert. Ja. Maar ja, zijn wij blij dat we op een gegeven moment met de jeugd naar zondag zijn gegaan. Want alle jeugdwedstrijden werden daardoor gespeeld. En toen het op de zaterdag was, zag je toch wel eens heel veel wedstrijden verzet worden, niet gespeeld worden. Ja. Ja, 2020 is eigenlijk iets om het spel wat sneller te maken, attractiever. Ja. Mensen vinden, je kan ook 2 wedstrijden op een dag spelen of op een avond. Dat gebeurt spelen. Nu ook. Hè? Gisteren is Excelsior van start gegaan. Ja, helaas. Is helaas in de 20ste over. In de 20ste over. Ze kwamen net misschien 10 runnetjes te. Maar het voordeel van die 2020 vind ik wel, prikken en al die andere steun niet. Nee. Men slaat ook soms op ballen waar je in de 50 overs denkt, die laat die lekker lopen. Ja, en dan nemen ze mee. Ja. En dat maakt het toch attractief natuurlijk. Het is attractief. Hè? En het ook voor het publiek is het natuurlijk leuk. Nou ja, leuk. Goed. We hebben dus op Excelsior Hermes nu ook de PCL Nederland. Dus Pakistan Cricket League binnengehaald in Schiedam. Hm. Er zijn 18 wedstrijden met een openingsdag. En dan in het cricketvrije weekend de finales die op Excelsior worden gespeeld. Hm. Nou ja, dan zie je toch hoe attractief dat is. Want er worden runs geslagen. Je denkt van, maar er zijn mensen bij die zeggen van, een normale wedstrijd duurt 50 overs. Dat wil zeggen 6 ballen worden gegooid per over. Dus 300 ballen. Ja. Die zeggen van, bij dat 2020, dan zijn er maar 20 overs, 120 ballen. Ja. Dan is het gelijk veel spannender. En dan blijft altijd de vraag hangen, waarom gaan ook de gewone wedstrijden niet terug naar 20 overs? Ja, het is het is attractief. Het is snel, ik heb nog 60 overs. Kijk, de cricketliefhebber die zit toch wel graag 50 overs hoor. Ja? En de grote liefhebbers die gaan er rustig 4 dagen voor zitten hoor. voor een testcricket. Wat ik trouwens heel leuk vind, Jos, om je even te onderbreken, schiet me ineens binnen. Zowel bij Hermes als bij jullie zijn nu webcams geplaatst. Ja, klopt. Hè, vertel eventjes. In samenwerking met de KNVB en Stichting Schiedam Cricketstad hebben we ervoor gekozen om zowel bij Hermes als Excelsior live cricket via
het internet te kunnen aanbieden. Ja. Maar die draaien de hele week door? Die draaien heel de week door. Ja, dus bij je kan ook zien bij... of jullie visite hebben of dat ja, er iemand te maaien. Af en toe kijk ik erop en dan zie je van, oh, de groundsman is bezig, ga even langs. Maar kost dat dan geen klanten? Gaat dat niet ten koste van bezoekers? Nee, ik denk niet. Nee. Kijk, wat het is mooier nou, want het is geluidloos. Hè? Dus ja, het is daarvoor. Dus als je echt wil beleven wat cricket is, dan ga je langs het veld zitten. Even over dat toernooi. Het zijn districten geworden, hè? Hermes... DVS Excelsior zit in de Rijnmondpool. Ja, we hebben de T20 is onderverdeeld in Amsterdam-Utrecht, Haarlem-Amsterdam, Haaglanden en Rijnmond. Ja. En in Rijnmond zitten Hermes DVS, VOC, Sparta, Punjab en Excelsior 20. Ja. Dus er worden vier wedstrijden T20 En de finale is dan 15 juli. De hè? Finale daar werken ze is dus 15 juni op Excelsior. Ja, op Excelsior. Binnengehaald. Ja, dat is mooi weer natuurlijk. Dat is leuk. Schiedam is, want het gebeurt wel eens in Den Haag of in Amsterdam. Ja. Maar er is toch niet zoveel publiek? Toen ik weet in Den Haag, bij HCC was dat ook. Toen werden wij ook kampioen. Schiedammers, die gaan we wel mee. Ja, daarvoor. Half Schiedam zit daar. Dus dan is het wel druk. Amsterdammer komt niet zo gauw naar Schiedam. Nee. Maar goed, met die T20 finales... Ja, zie je toch mensen wel langskomen. En we zijn ook natuurlijk een heel... Luc van Troost is een heel programma aan het opmaken met de KNVB. Ik geloof dat er een apparaat aangeschaft is om te laten zien hoe hard je kan bowlen voor de jeugd. Wat ik overigens Luc van Troost wel als compliment mee wil geven. Hij promoot het als een waanzinnige. Je kan Twitters en Facebook, dat is natuurlijk van deze tijd. Ja. Maar bij elke wedstrijd, je krijgt tussenstanden. Ja, en dat klopt. Vind ik wel een mooie service. Ja. Daar is hij heel druk mee bezig. Ja. Dat klopt. Maar dat is, daar zijn we ook blij mee. Dat heb je ook nodig. Even die finale dag. Ja. Wordt dat er echt een spektakel? Trekken jullie dan alles uit de kast? Ja, we gaan weer allerlei dingen promoten. Dus dat trekken we. En daar zeg ik, Luc is hard bezig om met de KNVB een aantal jeugdactiviteiten te organiseren. Ik zeg al, één daarvan is, zover ik weet, dat je een bal kan gooien en kan zien hoe hard je gooit. Ja. Dat is altijd interessant voor de jeugd. Ik denk dat er nog wel wat andere activiteiten gepland gaan worden. En als afscheid Lee Towers met You Never Walk Alone. Nou, ik denk dat we eerder wat een ander nummertje van draaien. Bob Offenberg, ons eigen. Nee, Neil Young. Sweet Caroline, dat is het liedje. Dat is, want ik moet je wel zeggen... Neil Diamond. Je hebt gelijk. Ja. Maar ik moet zeggen, we waren daar vorig jaar bij die laatste wedstrijd. Ja. Gefilmd daar. Het was ongelooflijk. Je zou bijna zeggen, kan je daar nog... Natuurlijk kan je daar overheen, want als het dit jaar weer kampioenschap wordt. Maar we gaan te ver vooruit lopen, Jos. Ja. Bedankt voor je komst en voor Graag je lekkere gedaan. Koekjes. We blijven de cricketwedstrijden promoten. We hopen ook, en dat zullen jullie ook doen, oprecht dat Hermes DVS wel mee blijft doen. Want het zou wel zonde zijn als we die derby dadelijk niet meer hebben. Voor Schiedam is het heel belangrijk dat Hermes weer erbovenop komt. En op het einde van het seizoen... niet op die laatste plaats staat. Nee, dat moet niet. Dat gebeuren. Willen we niet hebben. Nee, Schiedam Cricket zou een belangrijke participant verliezen. En dat willen we niet. Nee. Jos, dank je voor het komen en voor de koekjes. Wij gaan ermee aan de slag. Goed Fijn zo. Weekend. Ja, hetzelfde. Dank je wel.